De 42-jarige Whalen heeft op een misselijke wijze zijn hoogzwangere vrouw bedrogen. Terwijl zij het thuis niet makkelijk had, haar zwangerschap was behoorlijk zwaar, stak hij hem buiten huis stiekem in een ander. Het heeft hem enorme imagoschade opgeleverd, vooral omdat hij eerder dit jaar nog zijn walging uitsprak over BN'ers die zich misdragen. Het geluk voor Whalen is dat hij een ontzettend makkelijke dame thuis heeft zitten, die na een nachtje buiten slapen alweer de rode loper voor hem uitlegde. Het grote publiek is iets minder vergevingsgezind en wil wel weten wat Whalen te zeggen heeft over zijn wangedrag. En dat is natuurlijk logisch. Aangezien BN'ers succes voor het grootste deel is gebaseerd op de gunfactor van het publiek, gaan privémisdragingen ook het grote publiek aan. Tenzij de sterren hun imagoschade voor lief nemen natuurlijk. Het was de bedoeling dat Whalen volgende week woensdag een groot sorry interview zou geven aan Eva Jinek. Dat is uitgelekt via Luc Ickink. We willen heel erg graag weten hoe hij er nu in staat, aldus de Boulevard-presentator. Dat zou nog wel eens een groot vraagteken kunnen blijven, want Shownieuws heeft nu te horen gekregen dat Whalen afziet van het interview. Zijn management laat desgevraagd weten dat het optreden nog onzeker is. René van der Gijp ontraadt Whalen om naar Jinek te gaan. Die komt drie kwartier uitleggen waar hij dan zijn pielenmuis in gestoken heeft. Dan denk ik bij dat soort mensen, yo, laat gaan. Privébaas Evert Santegoets moedigt zo'n interview wel aan. Kijk, hij is natuurlijk rock and roll en zo'n ingewikkeld verhaal is het ook niet. Het Juice-kanaal Juice Channel kijkt er niet van op dat Whalen twijfelt. Tuurlijk twijfelt meneer, dat interview kan zijn imago nog meer schade aanbrengen. Niemand zit namelijk te wachten op een jankende Whalen aan een talkshowtafel, dus wat ga je dan daar doen? Overigens hebben we vernomen dat Bibi het ook niet zo'n goed idee vindt dat hij daar gaat zitten. Wij verwachten dus dat hij volgende week niet zal aanschuiven. Thank you.